Het is weer tijd voor Bivex Pit News en vandaag gaan we het hebben over de gietijzeren pannen. Ik heb hier een klein assortimentje neergezet dat wij zelf gebruiken in de pit, in onze testpit. Dit is allemaal Petramax. Persoonlijk ben ik wel fan van het merk Petramax. Het zijn echt mooie, goede, solide pannen. De Dutch ovens, hè, zoals deze, de oorspronkelijke gietijzeren pannen, die gaan al terug tot in de 17e eeuw. Er werd ook heel veel gebruikt in Amerika met de kolonisten die dan natuurlijk op een gegeven moment van oost naar west trokken op een gegeven moment. En onderweg natuurlijk eten moesten bereiden boven vuren en dergelijke. Het zijn natuurlijk onverwoestbare pannen, nog steeds. In de pit gebruiken we natuurlijk een assortiment hiervan. Zoals gezegd, in onze recepten zou je heel vaak de skillet voorbij zien komen of horen komen. Nou, dit is een van de skillets die wij veel gebruiken. Dit is een skillet met twee oren en die past namelijk perfect in een Kamado Medium. Heb je een wat grotere Kamado of werk je op die gasbrander of boven je vuur met rooster, is het handig om er een te hebben met een steel. Dan kan je hem net even iets handigs, kan je twee pakken, dan kan je hem zo oppakken, twee erbij. Dus dit zijn de twee skillets die wij gebruiken en daarnaast gebruiken we ook heel veel de Dutch ovens. De skillets die gebruiken we natuurlijk onder andere voor het grillen van vlees. En waarom is het zo mooi om je vlees in een skillet te bakken? Skillet is trouwens gewoon een interessante naam voor koekenpan. Als je hier bijvoorbeeld je ribijs inbakt en dergelijke, dan wordt die onderlaag die wordt gewoon mooi heet. En gelijkmatig heet. Dus niet alleen op het punt waar je brandertje zit, maar of dat je hem nu op een grote grasbrander zet of in je Kamado. De hele bodem wordt egal heet. Je legt er je vlees op, dat karamelliseert meteen. Dus je krijgt meteen een mooie stevige crust erop. Het vet gaat smelten en dat vet dat smelt en dan gaat je vlees licht in zijn eigen vet. Die gaat een soort confijt en zo gaat je soort verder. Qua smaak is dat echt helemaal geweldig. Voor de rest gebruiken we de skillets ook veel bijvoorbeeld voor uienbakken, champignonnetjes en aardappeltjes. Nou ja, zoveel als dat jij kan fantaseren. Zoveel kan je in de skillet maken. Goed, de skillet is wel beperkt in zijn hoogte en heeft in de basis geen deksel. Nou, dan hebben we nog een paar andere alternatieven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Dutch oven, ik heb hier de FT6 staan. Een redelijk forse pan, ja, weegt ook 9 kilo zonder inhoud. Daar hebben we natuurlijk een deksel op zitten en ook die deksel kan je gebruiken als skillet. Dus dat werkt perfect in je Kamado, dat werkt boven vuur, etc. Boven de gasbrander is dat wat lastiger, omdat je dan natuurlijk zit met die pootjes die op die deksel zitten. Uiteindelijk, als je de deksel als skillet wil gebruiken, is dat hetzelfde verhaal als bij die andere skillets. Dat werkt gewoon super. Je ziet hier ook een openingetje zitten in de deksel. En dat openingetje zie je in de pan. Als je die tegenover elkaar zet, kan je hier precies een draadje erheen leggen met een probe, waardoor je de temperatuur van je vlees kan meten. Je ziet ook een pijltje erbij staan, die je zet, kan die zo er doorheen. Wil ik dat niet, draai ik maar zo, dan is die afgesloten. In een Dutch oven kan ik gewoon stoofvlees maken, soep maken, maar ook gewoon brood bakken. Ik krijg wel een beetje vieze handen hier ervan. Je kan ook gewoon brood in bakken, etc. Nou, je kan op een paar manieren deze gebruiken. Je kan hem natuurlijk gewoon binnen in je oven zetten. Je kan hem in de Kamado zetten. Je kan hem aan een draaipot boven je vuur hangen aan de ketting. Dat gaat prima. En je kan hem op een standaard zetten. We hebben ze met pootjes eronder. Deze zijn zonder. Je kan hem op een standaard zetten. Leg je wat kolen eronder. En je legt wat kolen op de deksel. En dan krijg je echt de traditionele Dutch oven. Dan creëer je dus een warmtepan met warmte van boven, warmte van onder. Ideaal om brood te bakken, et cetera. Nou, welke afmeting moet je nemen? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van je eigen situatie. Wat wil je bereiden? Met hoeveel mensen ben je, et cetera. Persoonlijk vind ik de FT6 een hele fijne pan voor je pit. Want daar kan je echt gewoon serieuze, mooie chic vlees in maken, et cetera. Ruim voldoende inhoud. Gaat prima. We hebben ook nog een kleinere variant hier. Daar heb ik er zelfs twee van. De werking, het hele verhaal, alles precies hetzelfde als uiteraard met FT6. Alleen net even wat kleiner.
Het is namelijk best wel met de FT6 een groot oppervlak. En ja, je hebt ook wel eens een keer dat je wat kleinere dingetjes aan het maken bent. En je denkt van ja, dan is zo'n heel grote pan gauw droog. En dan is een kleine netjes handig. Maar de FT6, dat is zeg maar de allrounder die ik ga gebruiken. Nou, waar je ook een beetje mee te maken hebt met een Dutch oven, is natuurlijk het afhalen van de deksel. Ja, als je natuurlijk aan een tripod hangt, dan zo je moet die deksel eraf halen. Dan zit je toch met zijn grote handschoen een beetje te friemelen. Want ja, goed, het is allemaal heet. Daar hebben we ook wat op bedacht. Met deze haak, doe je de deksel er zo af, blijft door de twee dwarsstukjes keurig in balans en kan je terug plaatsen. Ideaal. Nou, wat hebben we dan meer voor leuke producten van Petromax hier in ons eigen pit? Wij gebruiken veel de sauspan. Een heel klein gietijzer pannetje. Hetzelfde verhaal als met de rest. Dikke bodem, mooi warmtegeleiding daardoor. Niet dat hij op één punt verhit en daardoor je saus aanbrandt of zo, weet je wel. Maar echt mooie gelijkmatige verwarming. Zodat je gewoon heel rustig aan je saus kan bereiden daar. Over die warmtegeleiding natuurlijk van dat gietijzer. Ik zei het al, het gaat heel gelijkmatig over heel de bodem en langs de zijkant erboven. Ik wil ook zeggen dat die warmte heel lang in de pan blijft zitten. Dat is natuurlijk in 9 van 10 gevallen is dat perfect, want je kan daardoor ook dingen die klaar zijn wegzetten en blijven toch wel lang warm nog in de pan. Hou er wel bijvoorbeeld rekening mee als je vlees bakt in een skillet en je laat het daarin liggen en je zet hem even weg, dat het wel heel hard doorgaat. Dus daar moet je even rekening mee houden. Nou, als laatste, last but not least. De Petromax potato cooker of aardappelkoeker zoals die op de site staat. Ja, wat dit nou is. Ik zag het in de winkel staan en ik had meteen zoiets van, joh, ja, die moeten we meenemen. Dit is zo'n gaaf apparaat. Ik weet nog van god niet wat ik mee moet doen. Maar dit is gewoon leuk. Dus nou, mee naar huis genomen, in de pit gezet. En eens even gaan denken wat erbij komt. Nou, het is een heel mooi systeem. Doe je deze los. Ga je hem open doen. Twee zware scharnieren sluit je mee. En een stevige haak. Pak je meer en op, zal het dus altijd zichzelf sluiten. Ideaal dus om hem bijvoorbeeld aan een tripod te hangen en zo boven je vuur te hangen. Voor de rest heeft de potatoekoeker een solide bodemsteun, om het zo maar te zeggen. Dus hij staat mooi stabiel. Je kan hem dus boven je vuur hangen, je kan hem in je kamade plaatsen, je kan hem binnen in je oven plaatsen. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld heel goed in je vuurkorf of vuurschaal naast je vuur ergens plaatsen. Nou, wat maak je hierin? Je kan hier 3 aardappels inleggen om te poffen bijvoorbeeld. Je kan hier aardappelpatjes inleggen met wat uitjes, spek, kaas, etc. Knoflook, een klein beetje olijfolie eroverheen en gewoon heerlijk laten sudderen. Dat gaat perfect erin. Ja, ook hier geldt eigenlijk. Je kan alles maken wat jij wil. We hebben ook kaneelappeltjes erin gemaakt. Dus klokhuisje eruit halen. Beetje bruine suiker en kaneel erin. Beetje rum erin. In deze patatenkoeken laten staan. En op gemakje laten garen. Persoonlijk vind ik dat als je werkt met een kamado of met een barbecue en open vuur. Dan moet je eigenlijk met gietijzer werken. Daar kan geen gewone pan tegenop. Onderhoud. Ja, wij spoelen ze gewoon netjes af. Gebruik in de regel geen afwasmiddel. Spoel hem netjes af. Beetje schoonschrobben, allemaal geen probleem. Zorgen dat hij echt schoon is. Droog, of met schoon water naspoelen. Goed droog maken. Ja, wij doen altijd dan een klein beetje olie, olijven of zonnebloemolie erin dan. Heel een klein beetje. Dat hij net even ietsjes vettig is. En dat gaat perfect. Dit was het weer voor deze keer. Mijn naam is Ab de Graaf en dit was Bivex Pit News. Ik zou zeggen, eet smakelijk en hou het vuurtje brandend. Tot de volgende keer.